ben Harold Metselaar, ik ben 60 jaar oud en werk hier sinds 1980 in het Erasmus MC. En ben sinds 1988 verzeild geraakt in de leverziekte en levertransplantatie. We zijn op mijn kamer, dit is mijn werkkamer. Daar begin ik 's ochtends om 7:30. Doe ik het licht aan, de verwarming aan of de koeling aan. Mijn jas uit en dan begin ik met muziek op te zetten. Want ik hou van muziek, ik ben heel erg een muziekliefhebber. Vooral een beetje Led Zeppelin en dat soort werk en zo, want daar raak ik een beetje van, dat kun je op starten. Mijn passie is om te werken aan verbetering van levertransplantatie. Toen ik begon was het allemaal nog waardeloos. Ja, dat is nu volledig omgedraaid en dat is zo fantastisch als je daarbij kan zijn en een kleine bijdrage daaraan kan leveren. Als het goed gaat is het altijd heel makkelijk, maar als het slecht gaat, ja, dat is veel moeilijker. En dan kan met die gevallen, met name waar je heel veel energie gestopt hebt, toch niet lukt, ja, die blijven je het langste bij. Als je mij vraagt van wat zou je droom zijn, wat zou je willen dat er gebeurt de komende 5 tot 10 jaar, en dat is dat donortekort echt oplossen. En dat gaat niet in Nederland via die wetgeving, dat is allemaal fantastisch, maar dat is niet genoeg. Maar dat is dat wij gewoon technieken hebben om hele slechte levers weer goed te maken. De kennis en kunde neemt enorm toe. En we gaan niet alle problemen van de wereld oplossen, dat is onmogelijk. Maar in de leverziekte gaat er nog heel veel mooie dingen gebeuren de komende jaren. Ja, dames en heren. Voor diegenen die een keer een transplantatie hebben ondergaan en die nog steeds leven, wat de meerderheid is, gelukkig. Dan is wel eens de vraag van, ja, zit er een houdbaarheidsdatum op die lever? Ik bedoel, gaat die een keer stoppen met functioneren? Laat ik u niet van één ding zeker zeggen. Het leven is eindig, wat we ook doen. En soms is het, denk ik wel eens, dat is nog maar goed ook. Dat geldt ook voor mij. Er zal een dag komen dat ik ook... Maar waar we over praten, is in feite ook een beetje kansberekening. Want je begint met het feit dat je een hele ernstige leverziekte hebt. En je zal vragen, waarom altijd deze mevrouw? En deze mevrouw is heel dierbaar aan mij. En ik heb haar ooit beloofd dat bij elke presentatie ik in ieder geval één foto van haar laat zien. Dat heb ik beloofd. En vandaar dat u deze dame weer ziet. Je hebt een hele levensbedreigende ziekte. Dan word je geopereerd. U hebt net dit filmpje gezien. Dat is routine. Dus dat is leuk. 2 chirurgen, anesthesist. Je hebt dan een beetje plezier. En deze anesthesist die had toevallig zijn 400ste levertransplantatie gedaan. Toen we dachten, nou ja, dat moeten we een beetje vieren. Dus toen we redelijk stabiel was, hebben we hem wat aangeboden. 2 chirurgen, dat is dokter Tran, die zag u van de andere operatie, dat is dokter Door. En die geeft een stekende duim omhoog. En deze anesthesist die kon daarna gewoon lekker aan de drank. Want de patiënt was zo stabiel als ik weet niet wat. Dat was in feite heel mooi. Nou, dat is fantastisch. Dan ga je naar intensive care, word je de volgende dag wakker. Soms twijfel je, ben ik al wel of ben ik nog niet getransplanteerd. Maar meestal op de volgende dag denk je al van, hey, er is wat veranderd. En dan het eerste jaar, dat robbel je dan zo'n beetje door. Moet je heel vaak komen, je moet wel eens terugkomen. Nog eens een keer heropgenomen. Af en toe heb je een afstoting. Je moet heel veel pillen slikken. Je moet Lara, moet je netjes aan luisteren. Maar uiteindelijk mag je eindelijk de wijde wereld in. En dan mag je wat mij betreft... alles, want er was ook een patiënt die vroeg, waar mag ik nou op vakantie? Ik zei, waarom vraagt hij? Als ik in Groningen ben, moet ik mijn hele leven in Nederland blijven. Ik zei, nou, ik beloof, u mag overal naartoe, behalve naar Groningen. Maar wat is dan mijn kans het eerste jaar? Want daar gaat het in feite om. Nou, wat ik dan waardeloos noem, was eigenlijk nog niet eens zo waardeloos in die tijd... Dat was die tijd, de begintijd, dat waren de mooie jaren. En dan was de eenjaarsoverleving eigenlijk nog best aardig, 70%. Maar als je nu ziet wat er veranderd is, en dat is allemaal bij slechtere donoren, net van dokter Jonge gehoord, vette levers, oude levers, steeds ziekere patiënten, is nu de eenjaarsoverleving 90%. En zelfs het ligt er al een tikje boven. Gaan we ooit de 100% halen? Ik denk van niet. En dat is deels omdat wij dan ook weer... met z'n allen meer risico's gaan nemen, nog meer mensen willen helpen. Dus ik denk dat het nooit 100% wordt, maar 90% of meer is er heel mooi. Maar goed, dat is het eerste jaar. Wat dan? Wat is dan mijn kans? 5 jaar, 10 jaar. En wat zijn de problemen die ik ga krijgen? Want u gaat geheid problemen krijgen. Dus dit is waar we nu zijn, 90%. Wat we ook hebben gemerkt is dat de mensen, ondanks dat ze zieker zijn, slechtere levens, korter in het ziekenhuis liggen. Dat zegt iets over... de morbiditeit, dat wil zeggen de complicatie die je hebt. Dat was in de begintijd was dat gemiddeld zo'n 40 dagen. Lig je nu de eerste 3 maanden in het ziekenhuis. En nu is dat in de buurt van de 25 weken.
Natuurlijk zitten er wel eens uitschieters bij. Het record staat op 362 dagen. Dus wie dat verbetert, die krijgt van mij een grote beloning. Nee, dat is een grapje. Maar er gaan ook al mensen van na 11 dagen naar huis. Dus dat wil zeggen, maar dit is het gemiddelde. En u ziet ook, dat is ook een kwestie van verbeterde kwaliteit van de zorg. Heel mooi. Maar wat zijn dan de risico's? Want ja, daar gaat het in feite om. Maakt het nou uit wat voor soort leverziekte heb? Eigenlijk niet. Dus alle leverziekten zijn wat dat betreft qua kansen ongeveer hetzelfde. Behoudens acuut leverfalen. Want die mensen zijn zo ziek in die eerste fase, dat ondanks het feit dat er een goed functionerende lever zit, ze toch soms komen te overlijden aan de gevolgen van dat acuut leverfalen. En met name de hersenbeschadiging is dan een heel groot probleem en de infecties. Dus dat zijn de enige categorie patiënten, het zijn er maar heel weinig per jaar, die wat mindere overleving hebben. Maar de rest is ongeveer hetzelfde. Het maakt niet zoveel uit. Maakt nou het uit of je nou oud of jong bent? Nou, ik ben oud, ik ben 60 plus, dat is oud. En dan zie je gewoon dat je wel wat minder is. Maar niet eens zoveel minder dan die, zeg maar, tussen de 35 en 50. Die hele jonge is wel grappig, die zijn we altijd net iets minder. Dat heeft te maken ook met het aanbod is wat minder. Maar strikt genomen maakt het niet zoveel uit of je oud of jong bent. Hier moeten we wel bij aantekenen dat het aantal mensen die oud zijn, minder zijn getransplanteerd. En dat we natuurlijk steeds kritischer worden. En er is een soort arbitraire grens van 70 jaar. Maar goed, we gaan er ook wel eens overheen, want het gaat natuurlijk vooral over je biologische leeftijd. Professor Schalm bijvoorbeeld zou een prima kandidaat zijn voor transplantatie. Zo vitaal, geen enkel probleem. Alleen er is geen indicatie, dat is dan weer het andere. Maakt het nou uit hoe ziek ik ben? Want dan zeggen we eens, ik ben steeds zieker en zieker. Gaat het dan, misschien lukt het dan niet meer, hè? Zijn de risico's te groot? Natuurlijk, er komen momenten dat je ook denkt van dit gaat het niet meer worden. Als je op de intensive care ligt, aan de beademing, aan een dialyseapparaat, aan een beademingstoestel. En je hebt ook nog een portatrombose. En dan krijg je ook nog aanbod van een hele slechte lever. Dan zie ik dokter De Jong al schudden. En dan zeg ik dan van, kom op joh. Maar dan heeft hij wel gelijk. Dat moet je dan niet meer doen. Maar voor de rest maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Die resultaten zijn hetzelfde. Alleen meer energie, meer complicaties. Maar nu verder. Als ik nou met z'n allen, dit is hier met 100%, het eerste jaar gehaald, wat is dan mijn 10-jaars-overleving of 20-jaars-overleving? En ik moet zeggen, de betrouwbaarheid neemt natuurlijk af, want we hebben natuurlijk niet zoveel ervaring met mensen van 30 jaar, 14 jaar transplantatie. En straks gaan we dus praten met iemand die 22 jaar na transplantatie is. Dat kun je niet aan hem zien. Althans niet van de buitenkant, misschien wel aan de binnenkant, maar dan moet je misschien naar die lever kijken. Maar die is ongeveer 80%. 10-jaars-overleving na transplantatie is 80%. Dat betekent toch 20% gaat intussen. Nou, dus voor een deel is dat gewoon dat ze ouder worden. Dus je hebt het risico's van het leven, zomaar maar zeggen. Je kan tegen de tram oplopen, noem ik dat altijd tegen mijn patiënt. Kan gebeuren, dat overleef je meestal niet. Maar het is toch minder dan de gezonde bevolking. Dus daar moet u wel rekening mee houden. En wat zijn dan, dat is dit het lijstje, dat kan u allemaal krijgen. En u krijgt het niet allemaal tegelijk, en u krijgt ze ook niet allemaal. Maar het zijn wel de problemen wat voor een deel verklaart waarom je minder overlevingskap dan een gezond iemand van dezelfde leeftijd. Dat is nou eenmaal zo. En we zijn altijd bang voor afstoting, en vooral als u de pillen stopt. Want als u netjes die pillen doet, en dat doen we steeds minder en minder, dan gebeurt het wel. En heel uitzonderlijk kun je met die pillen stoppen, maar dat is maar voor uitzonderlijk. Maar dat kan u allemaal krijgen. En dit is zo'n akelige gordelroos. Dat is gewoon omdat wij te veel immuunafstotende of afstotingsremmende middelen geven. Maar die leverziekte kan ook terugkomen. Dat hebben we net al een beetje gehoord. Nou, hepatitis C is opgelost dankzij dokter De Knecht, die vandaag voor dokter De Man speelde. Dan auto-immuun leverziekte. We zeggen, je hebt een lever vervangen, maar ja, die aandoening is nog niet vervangen. En we gaan binnenkort onderzoek starten om te begrijpen waarom de ziekte terugkeert in de lever. En waarom wij de ene wel en de andere niet. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou, de leverkanker, hebben we net van professor IJzermans gehoord. Dat je toch net te laat bent. Alcohol, maar dat doet hij dan zelf. Daar kan ik ook niks mee. En tuurlijk mag je een glas goede wijn. Helemaal niks mis mee. Maar laat het daar ook bij houden. En dat is natuurlijk het probleem. Dat als je dat lekker vindt, dat je soms te ver gaat. En natuurlijk de leververhitting, hebben we het net uitgebreid over gehad. Dat keert dan weer terug, daar moeten we wat mee doen. En dan de pillen. De
afweerremmende middelen. Dat geeft hem eenmaal meer kans op infecties, meer kans op kanker, maar ook al die andere dingen. Dus wij proberen dat zoveel mogelijk terug te brengen. Misschien wel te stoppen, maar dat kan niet bij iedereen. En de complicatie behandelen. Maar doen we dat nou heel erg goed? Nee, want dan gaan mensen dus dood. En waar gaan ze aan dood? Kanker, infecties en terugkeer van levensziekten. Dus dat zijn de problemen waar we mee aan de slag moeten om het beter te maken voor de toekomst. Want dat is in feite wat we krijgen. De overleving is prima, dat is nu echt vanaf dag nul. Dus de 65% 10-jaarsoverleving. En dat is altijd beter als je niet getransplanteerd was, want er was waarschijnlijk niemand meer in leven geweest. Maar het was zeker slechter dan als je gezond was geweest. En dit is in feite wat het me het meest heeft bezighoudt. En ik vroeg aan iemand, we zijn nou al zo goed beter geworden, maar dat is eigenlijk alleen het eerste jaar. Want na dat eerste jaar zijn die resultaten eigenlijk nauwelijks verbeterd. Dus dat betekent dat wij de energie moeten blijven stoppen in het eerste jaar, maar nu vooral ook in de follow-up. En dat betekent dat we dat moeten aanpakken. Nou, dat betekent dat we moeten komen over die ziekte, levensziekte kunnen kijken, wat we kunnen verkinderen. We moeten misschien die immuunsuppressie gaan aanpassen. Niet meer iedereen hetzelfde, maar misschien per individu. We moeten misschien heel erg preventie van de kanker. En we moeten iets aan ons levensstijl doen. We hebben net van Sarwa gehoord. We moeten gewoon gezonder leven. Dus dat is ook een beetje mijn concept. En dat ga ik verder uitwerken. Ik ben dit. En we moeten een beetje terug naar hier. Dit hoeft voor mij niet. Ik bedoel, je hoeft niet terug naar de apen. Dat is een beetje overdreven. Maar toch wel één stapje terug zou toch wel plezierig zijn. En hier kondig ik u aan en daar gaan we mee bezig. En ik wil ook een beetje uw mening weten. We hebben het gevoel, we doen een jaarcontrole. Daar ga ik straks nog even wat over vertellen. En dat is nu eigenlijk een beetje heel erg lichamelijk gericht. En dan krijgt u wat bloeddruk, wat dat werkt. Maar ik wil in feite een soort lifestyle poli waar je adviezen krijgt over hoe je moet eten, hoe je moet bewegen. Dat we beter naar je medicatie krijgen, dat we hulp krijgen van interacties. Dat er veel meer professionelen naar u gaan kijken om te zorgen dat u misschien langer en gelukkiger leeft. Dat is in feite het concept dat we volgend jaar gaan ontwikkelen. Maar goed, daar moeten we partners in vinden. We hebben ook u als partner nodig. En wat ik u van wil weten is fijn, voelt u daar veel voor? Nou, dit is in feite mijn afsluitende dia. 1-jaarsoverleving 90%, 10-jaarsoverleving meer dan 65%. Meerderheid van patiënten krijgt wel complicaties. En de bedreiging voor de lange termijn is immuunsuppressie en terugkeer van leverziekte. En mocht u nog vragen hebben, dit is mijn e-mailadres. Soms reageer ik erop.